Oud-politicus André Haakmat is afgelopen maandag op onafhankelijkheidsdag overleden op 85-jarige leeftijd. Haakmat heeft een belangrijke rol gespeeld in Suriname na de staatsgreep in 1980. Haakmat, die jurist en publicist was, werd minister enkele maanden na de militaire coup van begin 1980 in Suriname. Hij onderging hetzelfde lot als zoveel anderen die de omwenteling in goede banen meenden te kunnen leiden, schreven Sjoerd de Jong en Hans Budding in een necrologie vandaag in het NRC Handelsblad. Na de decembermoorden verzette André Haakmat zich tegen het bewind van Desi Bouterse. Eind 1982 escaleerden de spanningen met een grote staking en dreigende taal van Bouterse. Haakmat overleefde op het nippertje een aanslag op zijn leven en wist via Frans-Guyana te vluchten naar Nederland. In Nederland werd Haakmat een spil in het verzet tegen het bewind van Bouterse, al bleef hij door zijn politieke verleden ook omstreden. Hij hervatte zijn werk als jurist in Amsterdam en werd actief in de kinderbescherming. Geregeld kwam hij in de publiciteit met opiniestukken, interviews en boeken over Suriname.